Mevrouw Lijnse Klaas, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. Dank u. Ik kan raden wat u daar vast heeft. Ja, een druivelaar. Ja. Het is geen druivenseizoen, dus hebben we maar de plant meegebracht. Ja. Oké, daar moeten we op wachten tot, wat is dat, ergens in augustus zeker? Ja, 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 vanaf augustus. Ja. Oké, we gaan ons daar zetten, daar zitten we op ons gemak. Oké. Hebt u trouwens al iets gekregen om te drinken? Het is nog vroeg. Ja, een glaasje water wil ik. Beetje water? Ja, dank u. Komt eraan. Die machtswissel, het was een klein beetje onverwacht, hè? Ja, ja, toch wel. We wisten dat Dirk ging stoppen, maar dat hem het jaar voor de verkiezing, een jaar en een half eigenlijk voor de verkiezing ging stoppen, dat kwam een beetje plots. Ja. Maar als partij, en ook ik, was er wel klaar voor om het over te nemen van hem. Oké, prima. Erg bedankt om zo vroeg naar hier te komen, want heel ook voor gedaan. U hebben we nogal wat vragen gekregen. Ja. Een vraag van Robin de Wolf. Zou ik graag mee beginnen. Hij wil graag dat u misschien zou proberen, op zijn minst proberen, om de afvalberg wat kleiner te maken door, en hij doet er meteen een suggestie bij, minder verkiezingsdrukwerk te gebruiken tijdens de campagne. Maar ja, dat is ook een beetje volgen wat de rest doet natuurlijk. Ja, wel. Ik weet dat er in sommige gemeentes daar afspraken worden over gemaakt. Bij ons is dat op dit moment nog niet gebeurd, maar ik zeg niet dat we daar niet kunnen over praten. Nu, als de ene part, dan moeten we het overeenkomen dat iedereen er zich een beetje aan houdt. En wie weet dat het lukt. Oké, prima. Sluipverkeer, het is misschien tot nu toe het meest gevallen woord al vanmorgen. Ik heb het al aan bijna iedereen gevraagd. Richting Brussel natuurlijk. Ja. Kan daar iets aan gedaan worden? Want het verkeer moet ergens naartoe natuurlijk. We proberen dat wel, maar dat is allemaal niet zo evident. Zo hebben we nu een proefproject dat loopt, dat we Speelberg eigenlijk tussen 7 en 9 afsluiten. Uh-huh. Waardoor dat we proberen het verkeer op de autostrade te laten, dat ze niet het dorp doorrijden om een volgende oprit te nemen. We weten dat we daarmee ook een aantal inwoners van Overijse benadelen. Mm-hmm. Maar het is het proberen waard, denken we dan. Oké, prima. Het is een levende en een levendige gemeente, waar u absoluut, burgemeester van absoluut. Bent. Er gebeurt veel ja, in Overijse. Ja, heel veel. Een paar vragen gingen er ook over. Over de buitenlanders die in Overijssel wonen. Ja. Er wonen wat expats, zoals dat dan heet, in Overijssel. Ja. Lukt het om die mensen bij al die evenementen wat te betrekken? Of blijven dat toch wat eilandjes op zichzelf? Mm. Wel, zo, vanaf het moment dat ze Nederlands praten, is het makkelijker natuurlijk. Ja. We zien ook de Nederlanders, want dat is de grootste groep. Ja. Die kunnen we redelijk makkelijk betrekken. De andere is moeilijker. Maar stilletjes aan zie je wel dat dat meer en meer komt. Mm-hmm. Een heel tof voorbeeldje daarvan is onze hockeyclub, ISCA. Die de laatste tijd, daar zijn heel veel internationale mensen dat daar lid van zijn. En de laatste tijd hebben die toch wel heel mooie contacten met de gemeente. Okay. Dus dat lukt wel. Fantastisch, heel goed. Maar het blijft wel degelijk een taak. Ja, u ziet zeker dat echt als een taak van de gemeente. Ja, een uitdaging. Een uitdaging? Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Verstedelijking, voor elke gemeente rond Brussel is dat een thema. Jullie hebben daar al maatregelen tegen genomen, hè? Het kopen van een paar huizen, wat groen in het centrum van de gemeente. Ja, ja. Dat blijft wel iets om aan te werken, denk ik. Dat is niet door het plaatsen van een paar bomen dat is opgelost. Nee, dat is een van onze grootste aandachtspunten. Ja. Hè? Dat is altijd al een beetje zo geweest. En ik wil het ook wel eventjes benadrukken dat 62% van de oppervlakte van Overijssel echt onbebouwd is en open ruimte is, open groene ruimte is. Wat dat we heel belangrijk vinden. En daar willen we zeker niet op toegeven. Oké, prima. Een beetje in dezelfde richting. Mm-hmm. Iemand vroeg het nog op Facebook. Komt er nog een fietspad tussen Terlanen en het centrum van Overijssel voor de verkiezingen? Ze zijn er nu volop aan bezig. Is dat er? Ja, op dit moment zijn ze volop bezig. Ze hebben de verlichtingspalen al weggenomen in Terlanenveld, zoals wij dat noemen. En een stukje van het fietspad zal door het veld gaan en de rest sluit dan mooi aan op de straat die er is, richting ons vrije tijdscentrum Kamp Kwadraat. Okay, ja, normaal gezien komt het in orde voor de verkiezingen. Ja, alleen vooruit, dat is goed. Ik weet dat u straks bij Erhan geen problemen zal hebben, want u bent sportief. Ja. U bent aan het trainen voor een marathon. Ja, 18 maart is het zover. Ja. Er is één nadeel. Ik kan niet deelnemen aan de zwerfvuilactie in onze gemeente, omdat ik dan op een marathon aan het lopen ben. Maar ik zal de week ervoor mijn best doen. Ah, voilà. Dan al is er rondgaan met de zak. Ja, voilà, oké, prima. Voilà. U mag zo meteen bij Erhan plaatsnemen. Maar wat zit er in die doos?
Een kaastaart. Ook een specialiteit. Ja, ja, omdat er dan geen druiven waren, dacht ik, zal toch maar iets meenemen om te snoepen. En ja, voilà, een kaastaart. Dat is geweldig attent. Mevrouw Lenseklaars, dank u wel om zo vroeg naar ons radiohuis te komen. Heel graag gedaan. En Randy zit daar op zoek naar leden voor zijn wielerploeg. Dat is goed. Dank u wel. Dag. Inge, kom tot hier. Ik ga eerst eens drinken, hè. Pak het anders mee, hè. Pak het zo mee. Voilà. Ja? Ja, het is in orde. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Goed. Goed. En als ik mag fietsen, nog beter. Is het waar? Is dat sportief? Ja. Ja? Wat was uw favoriete hobby dan? Lopen echt of fietsen? Of de zomer fietsen en de winter lopen. Ja? Ja. Naar buiten aan je iets zeggen? In een tuinwerk. En natuurlijk ben ik hevige fan van de basket, want mijn drie kinderen spelen basket. Ja? Ja. Alright. Kijk, ik heb enkele vragen voor u. Je mag ze gewoon aanvullen. Er zitten wel luchtige bij, wat stout bij. We gaan zien. Hè. Uw favoriete hobby, dat was echt lopen? Lopen? Ja, toch wel lopen. Ja. Je bent van Overijse als? Je een warm hart voor het verenigingsleven. Burgemeester worden was voor jou? Een uitdaging en een droom. Ja? Een droom? Ja, toch wel. Altijd al willen doen? Nee. Nee? Nee, stilletjes aan gegroeid, een droom. Ja. Ja. Wel, mijn volgende vraag was eigenlijk, liever voor de klas staan of burgemeester worden? Burgemeester. Ja? Oh ja, en een jaar geleden had ik dat eigenlijk misschien nog niet zo gezegd. Is het waar? Ja, ja, toch wel. Maar vind je het dan zo plezant als burgemeester? Echt wel. Ja, ja, het is de job van uw leven, zoals ze soms wel zeggen. Ja, het is een passie. Het heeft soms leuke momenten, maar vaak ook minder leuke momenten. Ja, maar dat hoort bij elke job. Ja, dus... Voor de klas staan verkies jij niet meer. Misschien ooit nog eens. Ga minigolfen met Donald Trump? Nee. Zo voor jou? Nee, absoluut ondenkbaar. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Nee. Laat ze hem zeggen van Inge, come to me, I'm gonna show you how it goes. Nee? Nee, nee. Nooit. Nee. All right. Tafeldruiven zijn voor mij of voor jou? Het product van de streek en topkwaliteit. Ja. Wie is jouw absolute held, Inge? Tom Boonen. Waarom? Ik vind dat hij de wielercultuur van ons landje heel veel goed heeft gedaan. Ja? Ja. Absoluut held? Ja. Zijn dat al ooit tegengekomen? Nee. Nee? Nee. Zou je hem een keer in zijn billen willen knijpen of niet? Nee, dat niet. Nee. Nee? Een keer omhelzen? Nee. Een Turkje mee gaan fietsen. Ja? Ja. Wat was uw favoriete reisbestemming? Laatste vraag. Italië. Ga je dit jaar naar Italië? Nee. Waar ga je dan naartoe? De Vlaamse kust. Ja? Ja. Je blijft in het land? Ja, ja, de kinderen zijn zo vaak weg op kamp dat het er niet van komt om naar het buitenland te gaan. Je bent de eerste vrouw die ik vandaag hier op de fiets heb. Tof. Maar je bent gewoon de meest sportieve van allemaal. Wil je mijn wielerclub blijven? Ja, heel graag. We have a deal. Dankjewel, Inge. Graag gedaan.